Jullie bieden online cursussen aan. Wat moeten we daarbij voorstellen? Ja, bibliotheekleden, en dat geldt eigenlijk voor alle bibliotheekleden in Nederland, die kunnen gebruik maken van gratis online cursussen. Het gaat om een test van een jaar, dus het is tot eind 2021 zijn er 160 cursussen beschikbaar gesteld. Het gaat om cursussen van twee online aanbieders, Good Habits en Sophos. Dat zijn twee bedrijven die al heel veel ervaring hebben met het online aanbieden van cursussen. Wie kan er allemaal gebruik van maken? Nou, als je een lidmaatschap van de bibliotheek hebt wat geldig is, dan kun je daar inloggen en kun je de cursussen tot eind van het jaar gebruiken. Stel, men logt in op zo'n cursus, zijn daar dan ook nog kosten aan verbonden? Nee, het is helemaal gratis. Kunt u vertellen en laten zien hoe het inloggen in zijn werk gaat? Heel makkelijk, je gaat naar de landelijke site bibliotheek.nl/cursussen. Ik heb hem hier op het scherm en daar staat wat informatie over hoe het werkt. En daar staan eigenlijk alle cursussen op een rijtje. Wat is de reden dat deze proef nu wordt gedaan? Nou, je zou misschien denken dat het heeft met corona te maken. Dat komt nu natuurlijk heel goed uit. Maar ook als er geen corona was geweest, dan was dit pakket er geweest. Want we hebben in het verleden ook al cursussen aangeboden. En dit hoort eigenlijk bij, ja, ze noemen dat wel eens leven lang leren. Ja, voor iedereen, je bent nooit te oud om te leren. Nou, je zit dan in de cursus die je hebt uitgekozen en je krijgt uitgebreide informatie hoe het eigenlijk werkt. Het wijst zich eigenlijk vanzelf. Je kunt starten met de cursus en het leuke is als je stopt en bijvoorbeeld de volgende dag weer inlogt, dan onthoudt het programma waar je gebleven bent. En je krijgt ook na afloop van de cursus een certificaat. Hoe is de belangstelling tot nu toe? Dat weet ik op dit moment nog niet, want landelijk wordt dat wel gemonitord. Dus ze kunnen kijken hoeveel mensen er per bibliotheek gebruik van maken. Maar het is pas vanaf begin februari is het gestart, dus ik heb nog geen cijfers gezien. Maar ik verwacht wel dat daar veel belangstelling voor zal zijn. En uit hoeveel lessen bestaat nu zo'n cursus? Ja, dat verschilt heel erg. Hè? Je moet denken bijvoorbeeld zo'n cursus Photoshop of zo'n computercursus Word. Dat is natuurlijk wat uitgebreider, maar er zijn ook wat kortere cursussen bij. Hè? Bijvoorbeeld dat met Google, dat is gewoon wat korter. Dus het varieert heel erg. Hè. Deze cursus bestaat bijvoorbeeld uit 9 uur. Maar er zijn ook cursussen die korter zijn. En in heel veel cursussen wordt gewerkt met video. En je krijgt oefeningen om het geleerde te oefenen. Kijken hoe ver je bent. Hoe breed is het aanbod van die online cursussen? Het gaat om een heel breed aanbod aan cursussen. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan computercursussen. Denk aan een cursus Word, PowerPoint, Excel. Er is een leuke cursus slimmer zoeken met Google. Iedereen gebruikt Google, maar die cursus leert je handige tips en trucs hoe je nog beter van Google gebruik kunt maken. Voor fotoliefhebbers zijn er een aantal fotobewerkingscursussen. Deze cursus bestaat bijvoorbeeld uit 9 uur, maar er zijn ook cursussen die korter zijn. In heel veel cursussen wordt gewerkt met video en je krijgt oefeningen om het geleerde te oefenen. Kijken hoe ver je bent. Zijn de cursussen ondertiteld? Kijk, die Duitse cursus wordt natuurlijk van uitgegaan en ook de Engelse, dat je wel een basis hebt van de taal. En je krijgt, als je die cursus begint, krijg je eerst een soort lesje en dan wordt gekeken van waar je bent. Dus je moet wel een beetje basiskennis hebben van Engels en Duits. Maar het gaat juist om dat je dat zakelijke Duits beter leert leren.